Straks zullen het team van Leicester en Poole even opwarmen, dus jullie zullen even mogen wennen aan de baan. Diep, zie jij Rob niet ergens? Laat hem even een andere batterij halen. Wauw, hier alleen? Deze is leeg, ja. Dames en heren, het verzoek van de scheidsrechter om op het moment dat ze op een stadium staan, iets zachter te doen, zodat ze de orders van de scheidsrechter kunnen horen. Dank u. Nummer 2, Jeff Powell.
behind me. Some nice gates. Phil, Cobb, set. Go on, Colin. CJ! Save some energy for the night, Colin. Eddie Gill, number 8.
actually number 8. Line out, Chop, line out!
What are you looking at? Dames en heren, dit is de duidelijk teamrijder. Fijn please, dames en heren, stilte graag en zeker bij het starthek. Gentlemen, quiet please, dames en heren, stilte graag. Come on, Pat! Watch him out, watch him. Right, he's fencing now, so. Oh, come on, Pat! Let's go! Come on, Paddy! Speed it up! Come on, Pat! Kijk, de voorste rijden, de snelheid goed verhogen. Maximale punten gaan nu naar Leicester. Ladies and gentlemen, quiet please. Dames en heren, stil graag. Jones, startplaats 1, wordt gedisqualificeerd. Oh,
graag wederom dat de voorste van de snelheid wordt verhogen. De twee poors, dat zijn twee poors, de Kelbers, en die zijn dus nu echt aan het team rijden. Voor het gevoel weten ze in de linkerlinksbasis zitten, maar daar worden de jongens ook op getraind. Als ze zo doorrijden, dan is het maximale punt voor poors. Dat is 7 punten die gekozen. En dit proberen ze dus als voordeel eruit te halen. Ladies and gentlemen, dames en heren, quiet please, stilte graag. Thank you.
nummer 1, Mark Skinner, nummer 2, Warren Edward, nummer 3 en Ray Oliver. Stellen, op het moment dat ze op de baan komen, zullen ze na de voorstelling zullen ze 1 ronde rijden. Ik zal eerst straks de rijders van Poole voorstellen. Are you ready to pit? Yes, yes.